ook, denk ik, natuurlijk heel veel aan Karin. En dat is ook stressvol. Want ja, die wordt morgen geopereerd. Ik ga dus filmen dat ik aan het werk ben. Eindelijk weer een keer mijn was opvouwen voor de keuken. En dat laat ik voor de snelte afspelen. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag, de 7e van februari. Ja. En we leven alweer om 14:28. En we gaan zo meteen even lekker lopen met de meisjes. Het is prachtig mooi weer, dus ik ga er even van genieten. Even kijken hoe en wat. Ik weet niet of het koud is, ik weet het allemaal niet. Maar ik heb sowieso mijn handschoenen altijd wel bij me. Dus of het nou zomer is of winter is, ik heb ze bij me, want ook zomer wil het wel eens, vooral in de nachten, koud zijn. En dat met artrose, dat is niet fijn. Nee. Dus dan doe ik wel eens even een handschoentje aan. Maar oké, in ieder geval, ik wens jullie als eerste natuurlijk wel weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Ja, en dan gaan we er gewoon lekker even van genieten. En wat jullie gaan doen, ja, ik weet het niet, maar ik hoop dat jullie ook genieten van het prachtige mooie weer. Ik geniet al in huis, de laatste van als ik straks buiten ben. En wat we verder gaan doen, weet ik niet. Ik weet niet wat mij te verwachten staat. Maar het is ook al 2:30. En er wou er wel eentje komen. En of die komt, dat weet ik niet. Want onderweg, dan heeft ze zomaar weer iets anders in haar hoofd. En dat is onze Mario. Ja, dus ik weet niet of ze komt. We merken het wel. Ik moet ook was goed vouwen, weet je. Maar het hangt me niet op mijn rug, nee. En dus, het staat me ook niet in de weg of wat dan ook, nee. En mijn meisjes gaan voor, hè? Ja, en vanochtend was ik niet helemaal in orde. Weer best hoofdpijn, rugpijn, misloopt ervan. Begint dan iets te zakken, dus ja. Maar ja, ook denk ik natuurlijk heel veel aan Karin. En dat is ook stressvol. Want ja, die wordt morgen geopereerd. Ze hebben de tijd al doorgegeven. Maar ja, dat zal ze dan ook wel bij jullie vandaag denk ik doen. Ik weet niet of ze het al gedaan hebben. Maar in ieder geval, 12:30 moet je er eigenlijk pas aanmelden morgenmiddag. Ik denk, wat is dat laat, weet je. Normaal is het 8:00, 9:00, dan moet je melden voor een operatie. Maar 12:30. En normaal gesproken moet je nuchter verschijnen. Hallo, dat kind heeft ook honger, weet je. Nou. Ik weet niet hoe dat zit, maar in ieder geval, 12:30 moet ze erbij gemelden. Nou, we wachten het af. Dat wordt dus heel erg spannend en dan merken we het wel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach, probeer ik ook te doen. En ja, hou je fatsoen, ja, dan komt toch ook alles goed. Hou gewoon vol goede moed en dan komt alles weer goed. Laters. En het was er opgevouwen, ja, maar niet kijken hoe. Dat noemen ze opvouwen. Zo schuif en dan zo. En dan zo. Noemen ze opvouwen. Nou, kom op zeg. Wat een mens. Dat was een invalkracht. Ja. Nou. Zo vouw je niks op.
Ik weet de hoog en de laag niet wat dit voor is bedoeld. Ik zou haast denken een anderhalve meter doekje. Maar dat doekje is niet anderhalve meter. Dus ja. Deze is groter, hè? Dan deze toch anders. Ik weet mijn hoofd en mijn laag niet waar het voor dient. Nou, zo ben ik dus aan het vouwen en doen en ja, ga maar door, hè. Ik heb nog een hoop te doen, zoals jullie zien. En als ik klaar ben, laat ik het jullie gewoon weer even zien. Dan kom ik gewoon weer even retour. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe wat je ook moet doen. Misschien zit je wel wat goed te vouwen, weet ik niet. Maar oké, maakt niet uit, ik zou zeggen. Geniet ervan met wat je doet en tot later. Ja, lieve vrienden. Ik heb dus heel wat gedaan. Jullie weten dat ik met het vouwgoed bezig was op te vouwen. Nou, dat leg ik keurig netjes in de la. Ja. Wat jullie horen, dat is dat pootje wat weer dichtklapt. Dat ben er de drieën en dat klapt tegen elkaar aan. Maar ik laat het jullie uiteraard even zien. Maar dan moet ik eerst even een grote licht aan toveren. Dat is één. Dames, ik had even geschrikt worden. Hey. Easy. Maar ja, in ieder geval. Dat is mijn la waar het dus allemaal in hoort. Ik heb hem eerst ook schoongemaakt, voordat ik er wat in deed weer. Deze la heb ik ook aangepakt. En weer schoongemaakt en opnieuw ingericht. Mijn schorten konden er ook niet meer in. Ik denk, ja, ik moet toch een plekje hebben. Ik ben nog druk bezig, hoor. Dus, de bovenste la legt ook bestek in. Net zoals hier al. Heb ik ook een bestekla. Maar dat leg ik allemaal dagelijks. Tenminste, niet alles natuurlijk. Maar deze la gebruik ik dagelijks. En hier ligt een heleboel in. Ook onderzetters voor de pannen, en bestekken en andere snuiterijtjes, plakband wat mijn mannetje gebruikt. En ik gebruik het ook wel waar het radiator is om een gasleiding en dan weet ik veel dicht te plakken. En van deze stokjes hebben we, nou, waar die voor dienen, ja, om boven de barbecue te doen of wat dan ook.
Maar deze la, die was ook tot aan zijn hartjes toe vol. Nou, helemaal opgeruimd. En weer netjes. Ja. En hieronder staat een 1 pit kookplaatje voor op gas. Dus mocht ik ooit niet kunnen roken op elektrisch, ik heb in dat kastje, kijk nog erbovenaan, dat kastje, achter de trap, daar heb ik een aantal flesjes, die kun je ook aan een onkruidverbrander doen. En die kan daar ook op. Dus ja, helemaal top wat dat er gaat. Nou ja, deze heb ik vanmiddag even gebruikt om jullie in te zetten. Ik moet dat nog allemaal opruimen, maar ik heb ook nog een vraag over dat ene doekje. Komt allemaal wel goed, dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed. Ik zal eerst het grote licht weer uit doen, want ik ga weer met de meisjes lopen. Ja. Hé, dametjes? Nou ja, die laat ik gewoon ook nou hier al staan, want dat is een kleinere statief en dat, die valt niet dicht. Nee. Ik wil dus een andere dimbal hebben, want deze bevat me lang niet. Nee, dat ding doet het wel, die dimbal. Enkel, ja, ik kan geen selfies maken, want dat zit weer aan de achterkant. Nou ja, dat werkt dus allemaal niet. En die poten zijn lam. Nou, dat kan ik weer zo doen. En daar staan we weer, ja. Nou, en dan staat hij ook al gelijk weer niet goed, hè, want dat staat allemaal weer scheef. Nee, kan er niets aan doen als hij me filmt en dat doet hij. Dat doet mijn mobiel gewoon, ja. En Rijka die is echt knettergek hoor. Echt wel. Rijka. Koek, koek. Gekkie. Rijka gekkie. Ja. Je bent een gekkie hè. Ah. Ben je gekkie? Ben je gek aan het doen? Ah. Oh ja? Oh ja? Ah. Oh, is dat zo? Nou, ik weet het niet. Ah. Nou. Malle meid. Ah. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Gaan wij aan deze kant ook doen. Ik ga eerst even met ze naar buiten, kunnen ze lekker lopen. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ze.